Welkom bij Tiel aan tafel. U ziet een ander gezicht en het komt omdat Sari in de Lappenmand zit. En vanaf deze plaats wens ik er ontzettend veel beterschap toe. Nu bij ons aangeschoven twee heren die komen vertellen over de verfraaiing van onze dijken langs de Waal. En dat is Rob Gremmen van de ANWB. Welkom. Dankjewel. En Frederik Bennis. En ja, als ik wel mag zeggen dat jij vrijwilliger van het jaar bent geweest in 2014, een hele eer. Maar je bent vrijwillig en je zet je erg in voor dit project. Ja, dat is een van de vrijwilligersbanen. Een van de vrijwilligersbanen, ja. En ik zou graag willen dat jij afsteekt met wat het project precies inhoudt. Nou, eigenlijk begint het hele verhaal bij het waterschap. Het waterschap heeft aangekondigd dat er vanaf 2020 tussen Tiel en Gorinchem langs de Waal dijkversterking en dijkverhoging gaat plaatsvinden. Nou, de dijk fungeert als een tribune van waaraf je het landschap kunt beleven. Dat staat in alle boeken en geschriften staat dat zo geschreven. Ja. En wij denken dan dat als je die tribune gaat verbouwen, wat kun je dan doen om recreatie en verkeer beter te faciliteren vanaf die dijk? Dat is eigenlijk wat we hebben. Dat is de insteek. Ja. Ja. Dat hebben we gevraagd aan leden en aan niet-leden. Die konden afgelopen najaar, zomernajaar, konden ze hun ideeën kenbaar maken. Die hebben een soort van een enquête mogen invullen. Ja. Dat zijn de mensen die daar al eerder genoten hebben van de mooie fietsroutes langs de dijk. Of zeker, over de dijk met de mooie uitzichten en de mooie riviergezichten. Ja. En uit die enquête is een rapport gekomen, hè? Precies. En dat is een rapport, dat is deze gastvrije Waaldijk. Nou, die gastvrije Waaldijk, daaruit blijkt, datgene wat mensen hebben aangedragen, is toch dat men wel overlast heeft van het verkeer op de dijk, van auto's, motoren. Dus wat autoluwer inrichten van de dijk, ja, dat komt er eigenlijk wel uit. Ja, maar het doel van dit rapport is natuurlijk dat je ook richting overheidswegen gaat en dat je dus de partijen benadert die daar dus zeggenschap over hebben. Precies. Wat we nu doen is bij gemeentes, uiteindelijk toch 7 gemeentes, want het gaat ook nog ten oosten van Tiel. Ja. Maar goed, we hebben het nu over regio Rivierenland. Ja. Dus de gemeentes benaderen we en met de gedachte om die dijkversterking inderdaad aan te grijpen als om recreatie en verkeer mee te nemen. Een leuke draai eraan te geven, ja, en dat die wat vriendelijker wordt om te gebruiken voor de recreant. Precies. Toch? Ja, niet alleen, Frederik, vertel. Niet alleen het gebruiken, maar het biedt ook kansen om meer recreatie en toerisme te activeren in het gebied, in de uiterwaarden langs de Waal. Dat is een tijdje onderbelicht geweest en nu kan je straks goede afgangen hebben. Je kan weer struinroutes maken. Ja. Sommige struinroutes zijn er niet. Nou, dat is ook een van de opmerkingen die de geïnterviewden gegeven hebben. Maar sommige struinroutes zijn er niet. Die zijn er niet meer. Ik heb wel eens een struinroute gelopen langs de Waal. Bijvoorbeeld tussen de steenfabriek in Tiel en Varik is geen struinroute. En die komt er nu wel. En die komt er wel. Die is er ook niet geweest. Nee, maar die is er die niet wordt dan aangelegd. Die wordt nu weer aangelegd. Ja. Maar dat zijn bijvoorbeeld initiatieven. Maar dat is ook een vraag die gekomen is uit de enquête die je vorig jaar hebt gehouden. Ja. Ja. En die hebben we gehouden met andere vrijwilligers op de dijk. Maar dat wil niet zeggen dat we tot 2020 hoeven te wachten. Nee, want in 2020 zijn de plannen dat de dijken dus verzwaard gaan worden. Ja. Tussen Tiel en Gorinchem. Ja. Ja, dat traject wordt dan aangepakt. Vanaf 2020. Ja. Nou ja, en wat er dus ook uitkomt, is dat inderdaad de betere toegankelijkheid van de uiterwaarden. Hè. Waar kun je vanaf de dijk via de uiterwaarden goed de waterkant bereiken? Uitzichtspunten, bankjes zijn heel populair, dat blijkt ook hier weer uit. Maar goed, net wat je zegt, het gaat er dus om dat gemeentes en waterschap samen gaan bekijken wat er vanaf 2020 mogelijk is aan verbeteringen voor recreatie en verkeer. Ja. Die samenspraak, die bevorderen we. Ja. En de mensen hebben aangegeven dat er voldoende wensen en ideeën zijn om daartoe te komen. En Frederik, als ik aan jou mag vragen, waarom jouw voorliefde ineens voor het water, de rivier? Nou ja, ik ben een zeiler en een watersport. Je bent een waterman. Een waterman. Ik doe ook in Rivierenland voor de ANWB, voor de Wateralmanak, de controles uitvoeren. Ja, ja. En ik woon in Passewaaij, dus aan het water. Aan het water. Ik weet het water. Ja. Dus ja, dat is eigenlijk ook een beetje waarvan ik
En ik recreëer ook, ik wandel en fiets veel. Om dan daar ook te genieten. En dan zie ik ook wat er niet lukt en wel lukt op dit moment. Ja. Of niet goed gaat. Ja. Wat we wel met ook gemeentes en overheden bepraten is van... die ideeën die in het rapport staan, kunnen we die ook, moeten we wachten tot 2020... of kunnen we nu al stapjes gaan zetten? Nou, en daar is Rob alweer een stuk verder mee. Ja, er zijn ook ideeën bij gemeentes, dat weten we. Om te zeggen van, oké, wat kun je bijvoorbeeld nu al doen om een bepaalde theetuin... ik zal verder geen namen noemen, maar er is een theetuin die zegt van... ik zou wel een steigertje willen, zodat mensen vanaf de Waal ook bij mij terecht kunnen. Ja. Nou ja, dat hoeft natuurlijk niet te wachten op dijkversterking, dat begrijpen we ook. Nee. Maar zulke soort aanpassingen of veranderingen zullen natuurlijk wel rekening moeten... er moet rekening gehouden worden met het feit dat in 2020 zo'n dijk natuurlijk verzwaard wordt. Precies, maar die theetuin ligt ver van de dijk af, dus een betere bereikbaarheid vanaf de Waal... Dat hoeft niet op die dijk. Dus jullie doel is eigenlijk om de dijk vriendelijker te maken voor de recreant. Dat de dijken recreatiever worden en vriendelijker worden. En dat het een mooi gebied wordt. Ja, nou, zo kan je dan in een stukje van Tirol zien. Dat we bij de Wetlands de banken, die zijn nu voorzien van steltenplaten. Dus je kan met je rollator en je scootmobiel daarbij komen. Een stukje verder op de dijk zijn al 3 nieuwe pleisterplaatsen met bankjes gekomen en een nieuw project, dat doen wij niet, maar dat doet de buurtvereniging van Zennewijnen, die gaat daar een nieuwe uiterwaarde en een nieuw recreatiestukje beheren. Nou, dat zijn plannen, die kan je nu al doen en dan hoef je niet te wachten tot 2020. Ja, die willen jullie graag gaan promoten en daar wil je voor zorgen dat dat inderdaad meer ruimte krijgt. Als je het rapport nog wil lezen, dan kan je naar de site van de ANWB, ANWB.nl/gasvrije dijken. Ja, en dat is www.anwb.nl/dijken. Gastvrije dijken. Gastvrije dijken. Tot slot, willen jullie nog een oproep doen? Ja, graag. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om vrijwilligers voor de vereniging, die zoeken we. En dat kunnen vrijwilligers zijn die bijvoorbeeld knotten gaan wilgen of gaan knotten in de uiterwaarden. Maar je kan ook, zoals ik, proberen intermediair te zijn tussen gemeentes, overheden, leden en niet-leden om de belangen van de ANWB te promoten. En we zijn nog op zoek naar ons nieuwe project fietsen, kinderfietsen verzamelen. En we zoeken ook nog mensen die handig zijn in fietsen maken. Als er nou kijkers zijn die zeggen, dat vind ik heel leuk, daar wil ik aan meehelpen. Waar kunnen zij zich opgeven? Opgeven en kijken wat wij met vrijwilligers zoeken. Op de site van de ANWB, anwb.nl, vrijwilligers. Oké. Dus www.anwb.nl, vrijwilligers. Ja. Dank jullie wel voor deze leuke toelichting. En dan is het nu tijd voor mijn 2 kritische vrienden. 2 wijzen uit het oosten, begreep ik net. Ja. Adrie en Jan. Klopt. Ja, oorspronkelijk. En jullie gaan heel kritisch zitten zijn over de gemeentelijke herindeling. Positief kritisch wat mij betreft. Dat is heel verstandig. Ik was wel gevraagd om de brombeer uit te hangen, maar ik wil toch wel wat positieve noot hierin leggen. Nou. Ik denk dat dat mede oorzaak is dat jij in de gemeenteraad van Neder-Betuwe zit. Dat zou maar zo kunnen. En dat je daardoor veel meer inzicht hebt in het totale gebeuren van herindeling en van bovenaf opgelegde meningen en eisen. Ja, is nou, dat zo, nou, Jan? Daar ben ik niet helemaal met je eens, want een herindeling moet ook van onderaf komen. Gemeentes moeten het willen. Je moet elkaar aardig vinden. Je moet er ook wat meerwaarde in zien. En er worden in gemeentes wel verschillend over gedacht. Ik denk daar, ik vind het heel positief om herin te gaan delen. Omdat gemeentes op dit moment zijn eigenlijk veel te klein om hun eigen broek op te houden. En sommige gemeentes, en in mijn gemeente is dat ook, er zijn een aantal partijen die denken dat ze het prima zelf af kunnen. Ja. Maar ik denk dat we niet ontkomen aan een herindeling op termijn. Maar is het dan ook niet zo dat veel gemeentes bang zijn voor de schuldenlast die andere gemeentes hebben? En dan denk ik een beetje aan grondaankopen die gebeurd zijn. Tiel die heeft dan een enorm project van miljoenen. Wat ook ten laste van de gemeentekas komt. En ik denk dat wij zeker in Tiel
de komende 30 jaar niet onaardig bezig zijn wat meebetalen betreft aan een enorm project. Nou, dat zijn jouw woorden uit Tiel, maar het is zo van dat in de gemeente Neder-Betuwe, en ik weet het vanuit Geldermals, een aantal gemeentes hebben best wel wat problemen wat betreft de grondaankopen die in de tijd zijn gedaan voor huizenbouw. Nou, die schulden neem je in feite met je mee. Dus het betekent wel, als je met drie gemeentes, ik noem als voorbeeld Neder-Betuwe, Buren en Tiel, bij elkaar gaat zitten, ja, dan is het zowel de lusten als de lasten. Het is niet alleen van, nou oké, allemaal hartstikke leuk en aardig, maar daar zitten gewoon voor- en nadelen aan. En dat kan een nadeel zijn. Een ander nadeel is natuurlijk wel dat er ook ambtenaren ontslagen zullen worden. Want je hebt veel minder ambtenaren nodig, ik aan. Ik noem het dan een bezuiniging. En dat je dus op een gegeven moment kunt zeggen van nou, een gemeente die wat kleiner is, heeft een kleiner ambtenarenapparaat nodig. Het is vaak voor gemeentes al heel moeilijk om de geschikte ambtenaren te vinden, vooral kleinere gemeentes. Er is een hoop verloop onder die ambtenaren. En wat je dan zou moeten doen is zeggen van oké, we gaan kijken van nou, wat voor soort functies hebben we dan nodig in die nieuwe gemeente. Ja. De oude ambtenaren die dus, iedereen mag erop solliciteren, we maken een sociaal plan voor diegenen die afvloeien. En je krijgt een ambtenarenapparaat wat op maat gesneden is voor die nieuwe gemeente. Zo zou je het moeten doen. Daar zou je vanuit moeten kunnen gaan. Dat is een voorwaarde, want onze gemeente heeft dat toen met de herindeling in de tijd niet gedaan. En we zitten wat dat betreft nog steeds op de blaren. Ja, dat is het probleem met zulke herindelingen. Dat je eigenlijk van tevoren niet weet wat er exact gaat gebeuren. Ja, maar dat is ook weer het mooie ervan. En de burgers, die zitten natuurlijk, ik heb dus geen haar, maar die zitten met de handen in het haar. Want die weten niet meer wat er gaat gebeuren. Nou, ik vind de openheid is lang niet groot genoeg. Je moet het heel goed gaan uitleggen. Ik hoor het weer. Heel veel discussie zal er nog over nodig zijn. Laten we zo zeggen, ik heb het idee dat Tiel dwars ligt. Nee. Oké. Ik heb daar eigenlijk geen idee van. Ik heb daar eigenlijk geen idee van, omdat je niet exact weet wat er speelt. Rustig, heren. Ik onderbreek jullie. Zoals u hoort, is er nog heel veel discussie nodig om over de gemeentelijke herindeling uiteindelijk tot op één lijn te komen. Dank jullie wel. Graag gedaan. Dit was weer een aflevering van Tiel aan tafel. Bedankt voor het kijken. Tot volgende week.